de man op een bankje is, dan gaan we even kijken. Even kijken of we contact kunnen krijgen. Goedemorgen. Dzień dobry. I'm Ineke. Can I give you a hand? No? No, don't touch me. We zijn in Rotterdam, centrum van de stad, 5:00 AM. Op pad met Evert Vos en Ineke Bergsma. Veldwerkers van de stichting Ontmoeting die daklozen toeleidt naar hulp. Voor ons is in het werk het contact en vertrouwen opbouwen, dat is echt een hele belangrijke. Echt een soort basis van ons werk, zeg maar. En dat vertrouwen winnen ze met oprechte aandacht en een bakje troost. Zo. So. Do you want some coffee? Yeah, thank you. Yeah. Yes? Sugar and milk? Sugar. Sugar? Oké. Okay. Dag in, dag uit trekken Evert en Ineke erop uit om te horen wat er echt speelt op straat. You sleep here tonight? Yeah. Yeah, okay. All right. Station. Where are you from? Are you from Spain or from? No, I'm from Algeria. Algeria. Een Algerijn zonder geldige verblijfspapieren, terwijl iets verderop de politie een verwarde vrouw aflevert bij het centraal station. Heb je ergens een plek waar je verblijft of? Velen starten hier op Rotterdam CS hun dakloze bestaan. De Poolse man die op dit bankje zit, blijkt nog maar net dakloos. 4 weeks I living in the street. And before you were working? Yes, before yes, always I working always. For how long? 5 years. Werk kwijtgeraakt, waar de huisvesting aan gekoppeld zat. 2/3 van de mensen die in Rotterdam op straat leeft, is Oost-Europeaan. Op straat zien wij representatie van kwetsbare groepen in onze samenleving. En dat kan zijn kwetsbare mensen vanwege de constructie waarin ze wonen en leven, wat bij arbeidsmigranten vaak zo is. Of kwetsbare mensen vanuit de mentale optiek, dus GGZ, psychiatriepatiënten. En wat we zien bij Europese arbeidsmigranten is dat ze vaak makkelijk dakloos worden en moeilijk hulp kunnen krijgen in Nederland. Dus dat is best wel een combinatie die ervoor zorgt dat ze overgerepresenteerd zijn. Rotterdam, trotse stad aan de Maas. Voor de inwoners van die stad wordt dakloosheid alsmaar meer zichtbaar. Wanneer je de deur uitkomt en je gaat eventjes naar de Albert Heijn, kom je er al een stuk of 5 tot 8 tegen. Dus het is niet meer leuk om hier in de wijk te wonen. Je ziet wat mensen rondlopen. Zijn ook, en dan gewoon ook voor eten zoeken overal. En nou, vind ik heel erg. Ik zie wel steeds meer mensen bedelen op straat. Ik zie ze ook vaak wel, ik weet niet, 's nachts rondlopen. Bijvoorbeeld als mijn vriendin nog over straat moet, dan voel ik me toch wel onveilig. Omdat ik wel merk dat er bijna net zoveel daklozen als niet-daklozen over straat lopen. Bedelende Oost-Europese daklozen in de Rotterdamse straten. Het is een zorg voor de Rotterdamse wethouderszorg. Ronald Buit. Nu zie je een toename van mensen die hier gewoon heen komen omdat je uit de onderklasse van Boekarest ben je hier beter af. En we zien dat mensen hun baan kwijtraken. Daar is huisvesting aan gekoppeld en mensen worden gewoon op een mensonwaardige manier worden ze behandeld en op straat gegooid. Oost-Europese arbeidsmigranten die op straat belanden. Het is niet alleen een Rotterdams probleem. Zij zien dit ook in andere grote steden. Ik denk dat het een symptoom is van het feit dat wij in Nederland niet goed omgaan met mensen die van buiten komen om hier werk te verrichten. Werk wat er kennelijk is, waar vacatures in zijn die niet vervuld worden. En dat we op deze manier dus mensen inzetten. Zo rechteloos eigenlijk ook naar de straat laten verdwijnen. Koffie? Koffie? Water? No? No? En die mensen vind je op plekken als deze, onder dit spoorwegtaluut. Weer Poolse daklozen. Hun werk- en woonhistorie is te beperkt om ze echt te kunnen koppelen aan hulp. Tegelijkertijd zitten ze wel in verslaving vast. En is daardoor eigenlijk de discussie, het gesprek over terugkeer naar het land van herkomst en hulp daar, loopt ook een beetje vast. En dat zien we ook wel op straat, dat sommige mensen eigenlijk verder verloederen omdat de stap om naar een ander land te gaan voor hulp best wel heel groot is, vooral als je vast zit in verslaving. En tegelijkertijd eigenlijk de deur voor hulp hier dicht is. En dat betekent dat ze in Rotterdam blijven, zoals hier in dit wijkpark in het centrum van de stad.
Kijk, iemand die op een bankje zit, daar heb je op zich niet zoveel last van. Als een dakloze op een bankje zit. Maar ze doen er behoefte ergens. Ze drinken vaak veel. Wat dan ook allerlei gedrag oplevert waar je niet blij mee bent. Dit park was een hotspot voor daklozen. Maar begin augustus waren de wijkbewoners het meer dan zat. We hebben het een paar weken geleden zelf op slot gedaan. Ook overdag. Zelf? Zelf hebben we zelf gedaan. Kettingen eromheen. Omdat er was een incident met een vrijwilliger in de wijktuin. Die daar bezig was. Die is aangevallen door iemand die gewoon psychisch vreselijk in de war was. Daarbij een pols gebroken heeft. En dat was het incident dat het voor ons wel het sein was van nou moeten we echt iets gaan doen. Na de actie stuurde de gemeente de politie erop af. En nu is het park weer open. Maar dat betekent niet dat het probleem is opgelost. Want ga maar na. Chronisch woningtekort in de stad. Een tekort aan opvang in de GGZ. En arbeidsmigranten die werk en huis zomaar kwijt kunnen raken. Die aanpak van malafide uitzendbureaus, van malafide werkgevers. Die mensen gewoon als een soort slaven gewoon behandelen. En met 10 man in een kamer laten slapen en daar 600 euro per maand voor vragen. Schandalige praktijken. Nou, daar zitten we als Rotterdam echt bovenop. Maar daar hebben we ook de landelijke overheid bij nodig. Ineke Bergsma en Evert Vos. Ze accepteren dat niet alles oplosbaar is. Dat soms een beetje aandacht het enige is dat je kunt geven. Do you want some coffee? Oké. I take some coffee, yes? Maar dat de geschiedenis zich herhaalt? Het trieste vind ik zelf dat we dus nu weer oude beelden weer terugzien van jaren 15, 20 jaar geleden, zeg maar. En daar bedoel ik mee te zeggen van dat we af en toe ook weer spuiten op straat tegenkomen die we toen ook zagen. Dat speelt ook mee. En dat verergert de problemen? Dat verergert zeker, absoluut.